Tienduizenden mensen hebben er last van, elke dag. De geur van varkens en kippen op het Brabantse platteland. De overheid heeft verbetering beloofd, maar de wet die daarvoor gemaakt is, blijkt niet te werken. Dat meldt het tv-programma Zembla in een reportage die ze maakte in Deurne. Dat is een van de meest veedichte gebieden van Brabant en dat ruik je. Het is een heel penetrante, akelige geur, ja, die je zomaar niet uit je neus krijgt. Zeg maar. Het blijft heel lang hangen. Ga je ooit naar de wc dat je dan goed getafeld hebt en je denkt van jongens, heb ik dat klaargekregen? Dan moet ik je wel je voorstellen dat je dan langs zoiets rijdt en daar ruik je dan permanent. Dat is gewoon niet te hebben op een gegeven moment dat je gewoon zegt van poeh. Ja, een voorbeeld van mensen die last hebben van de stank van veebedrijven. Mensen die zich afvragen waarom de overheid hen daar niet tegen beschermt. Nou, dat heeft alles te maken met de wet geurhinder en veehouderij. Die wet is in 2007 van kracht geworden. De bedoeling was om de stank op het platteland te verminderen. Maar ook werd er ruimte gemaakt voor veehouders die willen uitbreiden. In de praktijk komt het erop neer dat een bedrijf mag uitbreiden als het door nieuwe technieken minder stank uitstoot. Maar de hoeveelheid stank die het bedrijf uitstoot blijft wel ver boven het niveau dat als acceptabel wordt gezien. Omwonenden worden daardoor nauwelijks beschermd door de wet. De overlast wordt dus niet of maar een beetje minder. In 2016 en 2019 is daarom geadviseerd om de wet aan te passen. Dat is tot nu toe niet gebeurd. De huidige staatssecretaris belooft bij Zembla dat ze de wet ook weer tegen het licht gaat houden. Een sprankje hoop misschien voor Deurne. Een gemeente met 370.000 varkens en 1,9 miljoen kippen. Het stinkt. Het stinkt ontzettend. En vraag het maar aan de mensen, zeker aan de mensen op het platteland die hier wonen. Het is echt af en toe niet te harden. En dat komt waarschijnlijk omdat de boeren die krijgen vergunning. Maar die uitstoot, de stankuitstoot, is een berekende uitstoot. Dat is een som. En die som heeft weinig te maken met de werkelijke overlast. En dat merken ook Joke en Anton van Leijssel in het buitengebied van Liesel. Alle onderzoeken die gedaan worden tonen aan dat er nogal wat schort aan de lucht hier. Vroeger was het buitengebied een plek om een frisse neus te halen, gezonde buitenlucht. Maar dat is al lang geleden. Als de wind van die kant komt, dan komt hij over de Lieselse bossen heen en dan hebben we prachtige lucht. Maar als je van de andere kant komt? Als je van de andere kant komt, dan staat een hele grote stal en dan is het een heel stuk minder. Wat ruikt u dan? Stank, weeige lucht. Het levert stress op. Continu stress. Je kunt er niet uit. Kijk, als het koud is kun je een jas aantrekken en als het warm is kun je er ook iets aan doen. Maar stank, daar kun je niet uit. Dat blijft. En het heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid. He, mensen die kunnen niet buiten zitten, kunnen de was niet buiten hangen. Ergeren zich vooral een ongeluk. En ja, dat is ook voor de algemene sfeer niet erg gunstig. Nee. De staatssecretaris heeft dus beloofd opnieuw naar de wet te kijken. Heeft u vertrouwen in dan? Vertrouwen? Nee. Het is al zo vaak gezegd. Hè? Er moeten gewoon veel minder dieren komen. Veel minder. We hebben er veel te veel.